Zeker weten. Ik heb hier namelijk drie kaarten, zoals je kunt zien. Laatst kwam iemand naar me toe, die zei tegen mij, kan je een gokspelletje laten zien? Ik zeg dat kan, maar elke keer als je het fout hebt, dan kost het je 1 euro. En als je het goed hebt, dan win je 1 euro. Nou. Dus als je geluk hebt... Ik doe mee. Dan win je. En als ik geluk heb, dan... Dus ik heb hier drie kaarten. Ik heb hier als het goed is een blauwe ride. Ja. Oh, nog een blauwe ride. Ja. En een rode. Ja. Dus ik zeg tegen die man, volg de rode ride. Dus ik deed die rode ride zo naar makkelijk, maar er is om eentje van. Ja, het ging onderop, ja. Dus ik zeg tegen hem, waar is die rode ride? Toen zegt hij tegen mij, die zit onderop. Ik zeg, dat is de blauwe ride. Ik zeg, dat kost je 1000 euro. Dan ligt hij bovenop, zei hij tegen mij. Ik zeg, nee, dat kost dan 2 euro nou. In het midden dan? Dan moet hij in het midden zetten. Ik zeg, dat is dan 3 euro. Ja, maar je hebt helemaal geen rode ride, zei hij tegen mij. Ik zeg, dat is van 4 euro. Dus dat schoot lekker binnen, hè. Dus ik zeg tegen hem, maar dan ligt die blauwe bovenop, zegt hij tegen mij. De rode waarschijnlijk, ja, denk ik, ja. Ja, de rode. Oh, de blauwe, ja, nee, ook die, ja, klopt, ik zei het blauwe, ja, ja. Maar dan zit hij dus in het midden. Dus dan zitten we al op 6 euro. En dan zegt hij tegen mij, meneer, volgens mij heb je een extra kaart. Ik zeg, dat is niet zo. Dat is dan 7 euro. Dus ik zeg tegen hem, weet je wat, we spelen kiet of dubbel. Ik heb hier 3 kaarten. Als je raadt wat de laatste kaart is, dan krijg jij, of hoef je mij niks te betalen. Dus ik laat het hem zien. Ik zeg, ik heb hier een blauwe en hier een rode. En als je raadt wat voor kaart dit is, ik denk dat dat dan hoef je niks of een rode of een blauwe is. Of een hele speciale die van kleur kan veranderen. Maar dat zou ik niet weten anders. Hey, ik heb je nog een beetje goed, want de achterkant is blauw. Ja. Maar het kost je 14 euro. Nou,